ontstaan uit een kleine groep liefhebbers die in een lokaal in de kleine landeigendom te Reet de lessen in tekenen en schilderen volgden, onder leiding van de heren Van Beers en Jacobs, kwam deze groep naar Boom. De school voor grafische en plastische kunsten van Boom werd aldus gesticht met steun van het Boomse gemeentebestuur. Het was 1979. De zolder van het museum werd ter beschikking gesteld en de school kon starten met het schooljaar 79-80. Door toedoen van de huidige voorzitter René de Vries heeft prins Karel de toelating gegeven het atelier naar hem te noemen, Atelier Karel van Vlaanderen. De school is een open atelier waar de leerlingen tekenen en schilderen. Olieverf, pastel, aquarel, onder leiding van de leraars Omer van Damme en Diego Joosten. Vanaf 1 september 1990 wordt de gezellige zolder van het museum verlaten en wordt intrek genomen in twee lokalen op het gelijkvloers van de oude gemeentelijke school in de Hospitaalstraat. De lessen worden gegeven op zaterdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. En op zondag van 9 tot 12 uur. Om de twee jaar is er een tentoonstelling van de werken van de leerlingen en tijdens bepaalde feestelijkheden, zoals bijvoorbeeld de culturele maand, zijn er opendeurdagen in het atelier. Het inschrijvingsgeld bedraagt 750 frank per jaar voor Bomenaars en 1000 frank voor de anderen.